mensen, hier is Rens dus. Lars is er dus al. Het is nu 6:30. En om 12:00 gaan wij vertrekken. Wij vliegen vanaf Brussel en wij komen op Antalya aan. Lars die vertrok vanaf Schiphol en is op Alanya aangekomen. Gazipaza dus. Ja, wij gaan dus over, hoe laat is het dan? 5:30 of zo, of 4:30 gaan wij dus. Het is ook s'avonds en nacht. Dus jullie gaan geen timelapse en zo zien van hoe wij daarheen rijden. Want het is toch donker, omdat het natuurlijk 's nachts is. Maar we gaan wel even het opstijgen filmen. Ik zal niet veel meer lullen. Ik zou zeggen, start de intro. 8:12, we gaan om 12:00 rijden. Maar eigenlijk gaan we nou al, dus let's go. Nou jongens, we rijden. Ik schijn mezelf bij met mijn iPad. Want wij gaan namelijk een film kijken. Popo's, je weet wel. Poppos, weet ik veel hoe je het uitspreekt. Zoiets. Die gaan we kijken. Dus dat wordt leuk. Oh. En je zult van ons niks horen. Nou jongens, we hebben dus een dubbele klok. Dat betekent, wij zijn in het buitenland. En we zijn in België. En het is nou, ja zo laat, je zag het net. 2:50. We zijn bij de parkeerplaats. Kapot koud. Hoeveel graden zou het zijn? 6. Oh, koud. Jongens, onze vlucht daar zo, Antalya. Hoppa, wij gaan gewoon als eerste van alles. Op de band. Ja, we zijn door alle controles heen gegaan. We moeten waarschijnlijk alleen maar ons paspoort en zo en de boardingskaart laten zien als we het vliegtuig ingaan. En dan zitten we al in het vliegtuig. Oh, wat is dit? Okay. Ook mee. Hey. Oké, dit is echt skeer. Waar is dit voor? Ik weet dat niet hoor. Oh, wat boeien het zo. Maar hier is dat vliegtuig. Als goed is die, ik weet niet of dat je het ziet. Zou je het kunnen zien, het vliegtuig? Maybe. Kan je in bogen springen? Maar dat is volgens mij als vliegtuig, er staat Cor en Dom op. Ha, lachen, daar gaan we ook mee. Het is nu 4:15 en we hebben nog steeds niet geslapen. Timo wel een beetje zachtje. Ik had hem even lekker gepraat met zijn mondje. En we mogen er nou in, dus dat is helemaal mooi. I want you to jump. Jump. Like you trying to get stuck in it. In the air. Nou mensen, we zitten dus in de plane. Ja. Hij vertrekt over een kwartier of zo, zoiets. Iedereen moet nog instappen en zo. Kijk maar, er zijn allemaal een paar mensjes en zo. En dan moeten we nog heel even wachten. En dan gaan wij omhoog. What the fuck, daar zo met die band, die koffer. Ik weet niet of dat goed kan zien, want het is hier allemaal licht en zo. Want zo, kijk, nou zie je de GoPro zelf. Maar daar zo was onze koffer net. Echt? We hebben onze koffer gespot. Yes, hij gaat mee. I want you to jump, like you trying to get stuck in the air. If you feeling so late and don't care, shorty beat in the face in the mirror. Up in the air, I want you to jump, 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 jump. Up
in the air. I want you to jump. Jump. Like you trying to get stuck in it. In the air. Nou ben ik aan het dalen en ik ben nu precies 24 uur wakker. Hey. Net uit het vliegveld, we gaan nu naar de bus, die staat daar bij E en die brengt ons rechtstreeks naar ons hotel. Het is hier echt al fucking heet, dat is echt niet normaal. Zit in de bus. Die stoelen kunnen lekker naar achter, want de bus gaan we meer naar denk ik. Wij zitten helemaal achterin. Ja, ik heb hier één. Vlie! We zijn aan het rijden, eindelijk. Dat duurde wel lang. Daar zijn we weer. Hoppa. Nou jongens, we zijn hier nog geen 5 minuten. En we hebben al eten. Want het is nu 2:30 of zo. Dus we hebben nu ondertussen wel honger. Nou mensen, wij zijn dus in de kamer. We hebben kamer 3085 geloof ik. Dat is een blok Pum of zo. Pum. Blok 3 volgens Timo. Dus we gaan daar even kijken waar wij vorig jaar allemaal zaten. Okay. Tenminste, dat gaan we wel in deze aflevering doen. Dus vorig jaar waar we allemaal gingen, gaan we er even allemaal langs, want dat is leuk. Nou mensen, wij zijn klaar om te zwemmen. Maar helaas, de camera gaat niet mee. Die gaat morgen mee. Want ik ga om de dag, ene dag ga ik een beetje vloggen, ding doen. En de andere dag ga ik gewoon sfeerbeelden, ding, je weet wel, ga ik doen. Dus dat wordt leuk. Dus vandaag ga ik even niet in het zwembad filmen. Maar morgen wel. Nou mensen, wij zijn terug van het zwembad. Hoi. En we hadden ook schuimparty of zo. Misschien komen daar nou wat foto's van. Want mijn tante had al wat foto's genomen. En mijn moeder ook. Of niet? Ja, ook niet als ik aan. Was helemaal goud. Kijk mijn haar, jongen. Echt fresh. Oké, jongens. We gaan nou naar het eten. Of niet, Timo? Ja. Lekker. Piedidip. Jij doet helemaal is moeilijk. Het is heel donker. Ja. Knoei! Kijk uit, jongen. Hé joh, die zullen lawaai maken. Ik moet die plukken. Amfitheater. Bertie? Bertie. Oh. Bertie en Kuchelijk. Oh, het is druk. Zo, het is druk hier. Helemaal niemand. Oké, DJ. Minions go time. Kapot. Dit. En zo, op bonus. Yeah.
was aan het graaien, Timo. Ja. Dit was de video van vandaag. Doe hem even like. Hier, jongen. Een oplader, die had ik nodig voor mijn GoPro, want die is bijna leeg. Even kijken, is dat de goeie? Ja hoor, dat is de goeie. Ja, niet zo gelijk zeuren dan, hè. Doe even like, abonneer even. En ja, checken we jullie de volgende dag. Houdoe.